Hoe en wanneer ben je begonnen met maatwerk autisme? Ik ben begonnen in juni 2012. Wij zijn begonnen met één bewoner van iemand van een wooninitiatief in Schiedam. Die al een tijdje daar in de woonkamer met één begeleider wat dagbestedingsactiviteiten deed. Mm. Maar uiteindelijk was het natuurlijk behelpen. Okay. En hebben we ervoor gekozen om hem te helpen, maar daarbij misschien voor anderen wat te betekenen. En toen zijn we een plek gaan zoeken waar we konden verblijven. Mm. En dat is geworden in Besluis op de Noordvliet. En dat is na anderhalf jaar gestopt daar. Mm. Toen zijn we verhuisd naar een oud schoolgebouw. Okay. Mm. En dat was tijdelijk, want dat was een kraakpandachtig iets. En nu zitten we hier in de samenwerking met de school opgezocht en we mogen hier zijn. Okay. Omdat er lokalen over zijn en we zitten hier op een echt prachtige plek. Dat je site van de Matthäus Passion aan het bijhouden bent. Ja, dat klopt. Okay. Ik heb ook begrepen dat jij zelf ook zingt, hè, in de Matthäus Passion. Dat klopt, dat doe ik inderdaad. Ja, ja, dat doe ik inderdaad. Ze hebben ook via mij gehoord van maatwerk. Mm-hmm. Tenminste, dagdroom heette we toen nog. En toen hebben ze gezegd van joh, jij maakt toch websites? Ik zei ja. Nou, en toen heb ik ze hierop gewezen. En toen zijn we ons contract aangegaan en nou verzorg ik de websites. En dat is wel updates. Er is ook geen tijdsdruk eigenlijk, hè? Nee, er is hier geen tijdsdruk. We hebben het zo afgesproken dat dingen wel binnen een bepaalde tijd af moeten zijn. Maar het is niet zo dat mensen nu kunnen komen van we moeten volgende week een website online hebben. Dat gaat niet. We nemen er meer tijd voor. Bij het maken. Een kast voor in de leraarkamer. Na een paar weken zei iemand van ja. De verwarmingsruimte moet opgeruimd worden. En het stond helemaal vol. Hmm. Onder andere met kruiwagen, lasapparaat, weet ik veel wat. Maar ook lading hout. Okay. Dat had ik nog niet gezien. Toen dacht ik, hey, als ik vraag of ik daar een kast van kan maken. Dan besparen zij geld en dan kan ik hier leuk mijn gereedschap aan de gang gaan. Wat vind je er leuk aan voor het werken bij maatwerk autisme? Wat ik er leuk... Ikzelf? Ja. Oké. Okay. Ik vind het heel belangrijk dat mensen met autisme ook een plek krijgen in deze maatschappij. En er zijn heel veel mensen met autisme die niet lukt om een baan te krijgen dan wel vast te houden. Of de opleiding niet kunnen afmaken dan wel aan beginnen. Mm-hmm. En deze jongeren en volwassenen met autisme die gaan zich heel nutteloos voelen en worden heel somber. Precies. Als ze uiteindelijk thuis zitten met het idee van ik ben toch eigenlijk nergens geschikt voor. Nee. Mm-hmm. En het lijkt mij voor de zingeving van je bestaan heel belangrijk dat je ertoe doet. Precies. En we hopen dat je door hier dingen te doen die bij je passen, mm-hmm. je verder blijft ontwikkelen en misschien mm-hmm. ooit wel eens de stap durft te zetten of kan zetten. Precies. Wel naar werk. Klopt. Of vrijwilligerswerk of betaald werk. En anders kun je dat gewoon hier blijven doen, in de veilige omgeving. Er zijn ook dingen die je moeilijk vindt in je werk. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. De moeilijkheid is dat je voor iedereen echt op maat wil werken. Mm-hmm. Hè? Daarom zijn we maatwerk autisme. En uiteindelijk moet je dan maar altijd iets zien te vinden wat bij die persoon past. Okay. En daarvoor heb je de medewerking nodig van de omgeving, de bedrijven, de ondernemers in de buurt of scholen, verenigingen. Die
opdrachten of werkplekken hebben die voor onze mensen met autisme geschikt zijn. Mm. En dat ze zich bereid voelen om wat extra aandacht aan die mensen te besteden. Precies. Of de arbeidsomstandigheden aanpassen. Mm. En dat is wel eens moeilijk, omdat je daar dus andere mensen voor nodig hebt. Wat voor soort bedrijven en of instellingen hebben contact met de maatschappij autisme? En wat voor soort werk doen ze dan? Nou, als je het hebt over instellingen, ja. Dan hebben we contact met heel veel in deze omgeving, deze regio. Mm-hmm. Steeds meer wijkteams in de regio kunnen ons vinden. Okay. Dat betekent dat er dus vraag naar is. Mm-hmm. Aan de ene kant is dat jammer, want dat betekent dat heel veel mensen met autisme toch nog steeds geen plek hebben. Klopt. En aan de andere kant is het natuurlijk goed dat dit dan bestaat. Precies. Er komen zelfs mensen van heel ver weg hierheen, omdat er gewoon in hun regio niet iets is speciaal voor mensen met autisme en een normale begaafdheid. Ja. Mm-hmm. Nou, wat werk aangaat, hebben we veel contact met kleine ondernemers hier in Maassluis. Dat is dan met name omdat ik woon hier al jaren, dus ik ken ook een aantal ondernemers en daar probeer ik dan een werkplek te creëren, dan wel opdrachten vandaan te krijgen. Er zijn verenigingen in Maassluis die ons kennen en warm hart toedragen en dus opdrachtjes aan ons verlenen. Uiteindelijk komt het tot stand door netwerken. Okay. Maar het zou fijn zijn als op een gegeven moment bedrijven ons kunnen vinden. En zelf met een idee komen van, joh, ik heb dit te doen. Precies. Ja. En nou heb ik geen werknemers hiervoor, maar is er iemand bij jullie die dat stuk van deze opdracht misschien aan kan? Okay. Nou, dan kunnen we in gesprek gaan.